Hi guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals je al aan de titel kan zien, we hebben iets nieuws. Nee, niet deze oude tegelsnijder. Dit is de reden waarom we een nieuwe tegelsnijder hebben gekocht. Deze is kapot. Het geleimechanisme is afgebroken. Heb ik voor nood even een houten plankje erop gekit. Ah. Hij voldoet niet meer. Daarom hebben we nu dit. De nieuwe Montolith Tegelsnijder Evolution 3. In principe hetzelfde als de oude, maar helemaal nieuw. Er zit een nieuw mechanisme op die automatisch olie aan het wieltje toevoegt. Om hem goed te kunnen smeren. Hier kun je hem afstellen. Een nieuwe vernieuwde breker. Dit blauwe ding. Dan zal ik hem even demonstreren. Met deze haak zet je de maat vast. Zet het wieltje aan het begin van de tegel. Omhoog halen. Komt het breekmechanisme eruit. Klein tikje. En de tegel breekt mooi rechtaf. Nou, wat was er dus gebeurd met de oude tegelsnijder? In de bus. Hebben we allemaal schappen. En de tegelsnijder lag bovenop. Ik reed over een hobbelige weg. En hij viel zo van de schap af. Door het hele breekmechanisme eraf was, de hele liniaal was kapot. Dus toen was ik aan het kijken, nou, wat willen we dan nog weer? Mijn keuze ging toch wel uit naar een Montolith tegelsnijder. Vooral omdat je deze boog kun je draaien. ...45 graden zetten of 30, 60, wat je maar wil. Voor in mijn geval heb ik tegel nog wel veel visgraad. Dan is het heel makkelijk. Om schoon af te snijden. Dus over het algemeen zeer tevreden over deze tegelsnijder. Ik zou hem echt aanraden. Dan nu even een update van wat we toch allemaal aan het doen zijn. De laatste tijd niet veel video's kunnen maken. Meer door de vakantie. En de laatste 8 woningen zijn allemaal met witte tegels. Dat maakt de film niet zo heel interessant meer om naar te kijken. We willen graag een beetje afwisseling. Dat snap ik ook. In de volgende video ga ik laten zien hoe je deze nis betegelt. Van A tot Z. Strippen inmeten. Er komen 60 tegels aan. Een mooi onderwerp voor een video. Straks in die woning daar komt alweer veel interessant tegelwerk aan bod. Dus blijf zeker kijken. Bedankt voor het kijken naar deze kleine update en tot de volgende keer.